En om te beginnen misschien met Laura Bliek. Fijn dat je er bent, welkom. Bedankt. Jij bent juridisch adviseur. Ja. Je bent kernlid van Wij Staan Op, een stichting die wordt geleid door jongvolwassenen met een fysieke handicap. Ja. Kun je misschien voor de mensen die dat niet weten, ik bedoel, we zien dat je een fysieke handicap hebt, maar kun je iets meer vertellen over wat jij precies, wat jouw handicap is? Ja, ik ben geboren met een spierziekte. Dus heb ik dan mijn hele leven. En wat het eigenlijk inhoudt is, alle spieren die aan je skelet verbonden zitten, dus van je arm tot je grote teen, zeg maar, die doen het bij mij niet goed. En het is een ziekte die langzaam steeds erger wordt. En nu ben ik wel op dat punt, zeg maar, dat ik gewoon niet meer fysiek kan bewegen. Nee. Dus ik kan alleen mijn duim bewegen en daarmee bestuur ik mijn rolstoel. Maar verder niet. Dus daarom heb ik altijd een liefdadige assistent bij. Die heb ik vandaag ook mee. En die is mijn handen en voeten en verder. Ja. Ik doe het alles op technologische wijze. Ja. En we hebben het vandaag over werk. Als jij aan werk denkt, zeg maar, en ook aan persoonlijk hoe jij, toen je nog wat jonger was, dacht van, op een gegeven moment wil ik gaan werken. Ja. Hoe zag dat voor jou eruit, dat beeld? Wat was het beeld van wat jij wilde doen? En dacht jij van, dat gaat me ook lukken of dat kan? Ik ben altijd wel heel positief geweest. En ik had altijd wel gedacht van, kom maar goed, ik vind wel een baan. Maar naarmate je ouder wordt, zie je ook wel een beetje de realiteit hoe het is. En zag er vooral dat er heel veel voordelen zijn. Je hebt echt iemand nodig die je een kans wil geven, want het merendeel wil dat niet. En eerst dacht ik van, dat ligt dan bij de persoon zelf. Maar heel snel merkte ik, het is hoe de overheid ons ook ziet. Want toen ik uiteindelijk oud genoeg was om te gaan werken, zeg maar, dan werd ik gekeurd om te zien of ik wel of niet arbeidsongeschikt ben. Maar niemand is ooit bij mij geweest. Ik kreeg gewoon meteen te horen, je bent arbeidsongeschikt. En toen dacht ik, ik kan geen bouwvak geworden, want ik kan geen dosis, ik kan dat allemaal niet. Maar mentaal is het niks mis. Maar wat je eigenlijk zegt is, jij wil graag werken. Zeker. Je bent slim. Je kunt veel. Maar op het moment dat jij, er is nooit iemand bij jou geweest om te kijken naar je capaciteiten. Nee. Wat wel gebeurd is, er is een formulier geweest wat je hebt moeten invullen of je dozen kon sjouwen. Diagnose hebben ze gezien en daarin staat duidelijk, je kan mijn armen niet bewegen. Ja. Dat staat blijkbaar geleid aan, je kan dus niet werken. Dus ja. Ik kreeg meteen de stempel arbeidsongeschikt. Maar goed, ik heb de stempel zelf heel snel losgelaten. En zo is het van, ik vind wel een manier. Maar het is natuurlijk wel heel naar om zo'n stempel te krijgen. Want dan denk je, oké, zo zie je mij dus. Terwijl je me eigenlijk nooit hebt gezien. Ja. En je hebt wel zelf stappen gezet. Maar dat is dus eigenlijk ondanks en niet dankzij het systeem. Zeker, ja. Als je dan kijkt naar hoe wij kijken naar werk, hoe wij, je noemt al het woord vooroordelen, we hebben veel vooroordelen. Ja. Vind je eigenlijk dat wij dan te makkelijk vanuit een baan kijken en zeggen, deze persoon kan deze baan niet 100% doen, dus laat maar? Hoe zouden we het anders moeten doen? Sowieso iemand die langskomt misschien trouwens. Ja, sowieso. Ja. Dan mensen even naar die tijden, maar je ziet het eigenlijk overal in terug. Als je bijvoorbeeld gaat tijd naar een vacature, als iemand, als op zoek zijn iemand voor 40 uur. Dan weet je bijna zeker iemand met een arbeidsbeperking die toch niet op die positie. Terwijl je prima twee mensen voor 20 uur kan doen en hebben ze wel een kans. Maar je ziet het overal in terugkomen, zelfs in het onderwijs. Ik heb op een speciaal onderwijs gezeten, dus voor mensen met een handicap. En daar was het ook niet heel gebruikelijk dat je gaat studeren en dat je een baan zou vinden. En toen het op een gegeven moment op Winnersheim zat, hebben we alweer eens de vraag gehad van, je hebt dus een waaijong. En toen zei ik, nee, die heb ik helemaal niet. Maar mensen gaan er wel al meteen vanuit, omdat de overheid termen als kwetsbare, gehandicapten, sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, allemaal aan elkaar koppelt. En dat is de stempel die wij dan krijgen. Ja. Je zet je in voor de stichting Wij Staan Op. En daar hoor je natuurlijk veel ervaringsverhalen. Mm-hmm. Als je het nou hebt over die participatiewet waar wij het vandaag over hebben. Ja. Je constateert denk ik in het verhaal dat je vertelt dat niet goed werkt op jouw situatie. Wat zou je nodig hebben? Of wat zou wat jou betreft ook voor andere mensen die in dezelfde situatie zitten helpen? Want het was juist bedoeld om mensen die wel talent hebben, maar niet goed nu in het malletje vallen van hoe we banen inrichten, vooruit te helpen. Ja, wat je heel erg ziet, ook door is naar de wet tijd. Dus ze tijden echt naar de doelgroep en die heeft een probleem.
Terwijl wij eigenlijk zoiets hebben, nee, het is niet onze beperking dat het probleem is. Het is de manier waarop het systeem ermee omgaat. Je moet eigenlijk kijken naar de belemmeringen en die proberen weg te halen bij de werkgevers. De werkgevers hebben daarin ook meer verantwoordelijkheid om ons ook te helpen. Want wij willen wel. Ik heb nog nooit iemand ontmoet met handicapten die zei, ik wil niet werken. Iedereen wil wel, alleen dat er moet wel de mogelijkheid zijn. En de behoeftes van mensen met handicap lopen heel erg uiteen. Want vaak worden wij gezien als één groep mensen. Maar eigenlijk heb je fysiek beperkte, je hebt verstandelijk beperkte, je hebt mensen met energieprobleem. En die hebben allemaal andere ondersteuning nodig. Ja. Maar op dit moment krijgen we helemaal niets voor ondersteuning. Nee. Toch is het jou, je bent nu juridisch adviseur. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Het was ook een beetje een geruststeffer. Dus ze kwamen bij mij thuis vanuit de gemeente. Dus de gemeente heeft een soort van geholpen, maar ook weer niet. Want ik had een aanvraag ingediend voor automatische deuren. En de gemeente had zoiets van, eerst willen we dat een arts beoordeelt. Ondanks dat ze al 20 jaar mij kennen, maar goed. De arts moest komen. En die arts, die was in 5 minuten daar. Die wist al meteen, dat heb jij nodig. Maar we raakten in gesprek. En hij vroeg van, goh, hè, wat ben je aan het doen? Dus ik vertelde over mijn studie. En dat het bijna klaar was. Moest nog een paar maanden. En toen zei hij, nou, als je klaar bent, laat het mij weten. Want misschien hebben we wel wat voor je. Dus dat had ik gedaan en zo heeft hij me meteen aangenomen, een part-time. Dus het was echt wel een geruststeffer. De gemeente heeft hij indirect wel geholpen, maar niet zoals ze hadden moeten. Ja. Maar goed, wat daaronder wel ligt is dat een dosis doorzettingskracht van jou is. Maar dat ook een portie geluk is in de zin, wie kom je op het juiste moment tegen? En dat is natuurlijk niet hoe je wil dat het systeem werkt. Totaal niet, maar je merkt omdat hij ook arts was, dat hij gewoon door de handicap heen kon tijd. En helaas toen heel weinig mensen dat. Ja. Helder, dankjewel voor deze eerste introductie. Sonja Schollema, fijn dat je er ook bent. Je bent arbeidspsycholoog, je bent directeur van de stichting NSVP, waarmee we dit mede organiseren, Innovatief in Werk. Als we het nou hebben hierover, dan horen we nu eigenlijk al meteen twee verhalen van mensen die zeggen, ik wil heel graag en werk is waardevol voor mij. En dat zit niet alleen in financiën. Ik bedoel, natuurlijk, je moet je rekeningen betalen, je moet je huur betalen, maar de waarde van werk ligt dieper dan dat. Maar het systeem sluit er nog niet helemaal op aan. Kijken wij op de verkeerde manier naar werk en hoe we dat waarderen? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat het uitgangspunt is van de verzorgingsstaat die we met veel energie samen hebben opgebouwd, dat niemand van de honger moet sterven. En dat we dus een uitkering in het leven moeten roepen, zodat mensen een vangnet hebben als je je baan verliest. We weten van Stella dat dus niet altijd voldoende is. En dat er een heleboel andere processen spelen waardoor dat eigenlijk niet levert wat het moet leveren. Maar het uitgangspunt is dat je dus eigenlijk werkloosheid afkoopt. Dus je ondersteunt mensen financieel. En het uitgangspunt is dat je vanuit die situatie zonder werk in het werk komt. In een betaalde baan. En dat je dus zo snel mogelijk uit die uitkering komt. Maar de gedachte dat werk waarde op zichzelf heeft, zit eigenlijk niet in dat systeem. Dus het afkopen van het niet kunnen werken levert niet per se de gedachte van je kan op allerlei manieren participeren in deze samenleving, ook naast een bestaande productieve baan bij een organisatie. Dus dan moeten we ook terug naar wat het woord werk betekent. Want dat betekent dus niet automatisch meteen 40 uur in een organisatie op de manier zoals we dat allemaal kennen. Dan moeten we andere manieren van werk ook waarderen. Ja, ik heb zelf het gevoel dat wij werk op een bepaalde manier hebben gedefinieerd. En daar moet je dan precies in passen. En daarmee sluit je ook groepen uit. En we zeggen werk is op een gegeven moment een transitie tussen een persoon die iets levert en wat waardevol voor die persoon kan zijn en voor de organisatie. En andersom, een organisatie biedt mogelijkheden om een waardevol werk te hebben voor de persoon. Dan heb je een situatie waarin werk positief voor mensen werkt. Ja. Maar je zou die transactie ook maatschappelijk kunnen zien. Je zou kunnen zeggen, mensen leveren een bijdrage aan de samenleving en de samenleving levert iets waardevols terug voor die persoon. Dus dan maak je het niet heel erg nauw in een baan, in een organisatie die optimaal productief moet zijn, in een organisatie die winstgevend moet kunnen zijn. En volgens mij zit daar een verschil in wat ik zie, dat er toch aan het kantelen is, dat je zegt, het gaat niet per se om het feit dat we
werkloosheid afkopen. Maar we zien zoveel aspecten aan werk. Wat gezondheid oplevert, wat welzijn oplevert. 84% van de mensen die werkt voelt zich gezond en fit. 44% van de mensen die niet werken voelt zich gezond en fit. Ja, ja. En vergelijkbare dingen zie je ook op het terrein van welzijn. Dus op het moment dat je dat werk wegneemt, komen er allerlei processen die het gevoel van competentie afnemen. Dat is natuurlijk een vicieuze cirkel dan, in zekere zin. Afhankelijkheid creëren, eenzaamheid veroorzaken. Terwijl dat juist ook levensdoelen zijn die je via werk goed kan bereiken. Ja. Onderdeel zijn van sociale processen, je competent voelen, onafhankelijk zijn. Dus dat zijn levensdoelen die via werk goed te realiseren zijn. En als je dat niet hebt, ontneem je mensen veel. Ja. Dus als je er met elkaar eens zou zijn dat de waarde van werk een waarde op zichzelf is, dan zou je volgens mij andere oplossingen zoeken om dat voor mensen ook waar te kunnen maken. En dat kan in een betaalde baan zijn, en dat kan een fulltime baan zijn, en dat kan in een hele productieve en commerciële setting zijn. Maar je zou ook anders kunnen kijken en zeggen, wat zit daar nog meer aan mogelijkheden om dat gevoel van een waardevol bestaan. Maar eigenlijk zeg je daarbij ook dat het woord, zeg maar, werkloosheid afkopen. Daarmee zeggen we eigenlijk tegen mensen op dit moment, daar is trouwens ook een discussie over, maar op dit moment geven jullie een bedrag en daar moet jij van leven. Maar eigenlijk op het moment dat jij iets gaat doen wat niet past binnen de mal, zeggen we, ho, stop, wij hadden jou al geld gegeven om in dit systeem te blijven. Dus ga niet nu iets daartussen zoeken. Of vind een baan die precies past in hoe we het ingedeeld hebben. Precies, dat is het doel. Zie een eigen inkomen te verwerven en dan ben je uit die uitkering. Ja. Dus het is echt een financieel verhaal geworden. Terwijl het oorspronkelijke gedachte wat mij betreft zou zijn, het gaat om een waardevol bestaan.